Dames en heren aanwezigen. Voorzitter. Welkom bij de presentatie van het eindrapport van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid. Deze bijeenkomst bestaat uit twee delen. We beginnen met een presentatie van het eindrapport waarbij de commissievoorzitter Ton Elias en de Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg zullen spreken. Daarna begint de persconferentie waarbij de media vragen kunnen stellen. Ik geef graag het woord aan voorzitter van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid, Ton Elias. Goedemorgen, hartelijk welkom. Fijn dat u in zo'n grote getale bent komen opzetten. Dat geeft ook iets aan over hoe het onderwerp leeft. Geachte voorzitter, geachte collega, geachte aanwezigen. Wij zijn hier dus in de oude zaal van de Tweede Kamer bijeen voor de presentatie van het eindrapport van de parlementaire onderzoekscommissie ICT-projecten bij de overheid. De zaal waar ik daar op de perstribune zat als 22-jarig politiek verslaggever voor de Universitaire Weekbladen. 37 jaar geleden was dat. En vandaag mag ik dan het rapport van onze onderzoekscommissie aan de voorzitter van de Tweede Kamer overhandigen. Ik vind dat een heel bijzonder moment. Maar dat doe ik niet dan nadat ik allereerst mijn dank aan mijn collega commissieleden uitspreek. U ziet ze achter de tafel zitten. Dames eerst, Hanke Bruin-Slot van het CDA en Manon Fokker van de Partij van de Arbeid. Vervolgens de Paulen, Paul van Menen van D66 en Paul Ulenbelt van de SP, tevens ondervoorzitter. We hebben hard gewerkt, veel geleerd, veel gelachen en zeer eensgezind samengewerkt. Maar dat was natuurlijk nooit zo soepel verlopen als de commissie niet was ondersteund door een kwalitatief zeer hoogwaardige onderzoekstaf onder leiding van de G4, mevrouw Eva Lemaire. Dankzij haar, maar ook dankzij de onderzoekscoördinatoren Ellen Naborn en Melek Unciu en de onderzoekers Ira van Keulen, Catharina Koops en Gerard van Roon, werden wij scherp gehouden, gevoed en indien nodig aangespoord. Wij zijn hen als commissie veel dank verschuldigd. Ik sla dan in verband met de tijd nog allerlei mensen over die ons hier in huis ook enorm geholpen hebben. Mevrouw de voorzitter van de Kamer. Dat de Rijksoverheid een belangrijk deel van haar ICT-projecten niet op orde heeft, waardoor belastinggeld wordt verspild, is een feit. Onze commissie heeft dat aan de hand van een aantal onderzochte projecten vastgesteld. Daarbij zijn we vooral op zoek geweest naar een rode draad en naar patronen van fouten. En dat deden we met de bedoeling om oplossingen aan te dragen. Oplossingen die herhaling van steeds dezelfde fouten moeten voorkomen. Want het gaat hier om echt geld dat wordt verspild. Het is geen spelletje Monopoly. Geld dat ook naar de zorg, naar defensie of noem maar op had kunnen gaan. Die rode draad hebben we gevonden. Hij staat niet alleen op de kaft van ons rapport, maar blijkt hoofdstuk na hoofdstuk. Bij te veel ICT-projecten van de overheid is het een onoverzichtelijke boel, zonder scherp uitgangspunt en zonder goede beheersing en aansturing. En helaas geldt dat vaak op alle niveaus, bij alle betrokkenen, bij alle stadia van de projecten. Onze conclusies en aanbevelingen moet u echt zelf lezen. Ze staan op pagina 9 tot en met 22 van het rapport, bij elkaar slechts 14 bladzijden, zo kort en zo helder mogelijk geformuleerd. Omdat we het niet kunnen laten, noem ik u toch drie punten. 1. De Rijksoverheid heeft haar ICT-projecten onvoldoende onder controle. 2. Om orde in de chaos te brengen, moet het Rijk een tijdelijke, onafhankelijke ICT-autoriteit oprichten. Het Bureau ICT-toetsing, afgekort tot BIT. Dat BIT zal moeten opereren onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister-president en wordt geplaatst onder het ministerie van Algemene Zaken. Dat BIT zal ICT-projecten boven de 5 miljoen euro toetsen aan de hand van een tiental door de commissie geformuleerde, wij noemen het boerenverstandsregels. Zonder goedkeuring van het BIT vinden projecten geen doorgang. We zeggen met nadruk dat is geen nieuw bureaucratisch orgaan,
dat BIT zal juist een kleine, efficiënte en slagvaardige organisatie moeten zijn. 2. De Rijksoverheid heeft onvoldoende inzicht in de kosten en baten van haar ICT. Het is onacceptabel dat er geen overzicht is van wat de Rijksoverheid uitgeeft aan ICT. Het jaarlijkse totaaloverzicht van de ICT-kosten bij de Rijksoverheid, inclusief personeels-, beheer- en onderhoudskosten, moet daarom in ere worden hersteld, inclusief een vergelijkende analyse. En publiceer dit overzicht op het verbeterde ICT-dashboard, de website van de overheid waarmee met de buitenwereld over kosten en duur van ICT-projecten wordt gecommuniceerd, met als doel de verantwoording van publiek geld. Die site vormt nu een bijna lachwekkend hoera-verhaal, lachwekkend als het niet zo triest zou zijn. Punt 3. Er gaat veel mis bij het aanbesteden van ICT-projecten. Het heeft ons verbaasd, en ons rapport ging een paar dagen voor het bekend worden van de Ordina-kwestie naar de drukker, dat de Tweede Kamer hier niet veel eerder aandacht aan heeft besteed. De relatie tussen de overheid en haar leveranciers is onvolwassen en bevat perverse prikkels. Wij doen op dat vlak 5 concrete aanbevelingen. Met de keuze voor deze 3 punten doe ik veel van onze andere conclusies en aanbevelingen geen recht. Over het gebrek aan lerend vermogen bij het Rijk, over het onprofessionele contractmanagement, over de matige rol van de Tweede Kamer en ga zo maar door, zie het rapport. Onze commissie wil er geen misverstand over laten bestaan. Als er maar een paar aanbevelingen worden uitgevoerd en de rest niet, dan krijgen we een herhaling van zetten en komt er weer geen structurele oplossing voor de ICT-problemen. Dan blijft de Rijksoverheid op dit vlak aanmodderen en belastinggeld verspillen. Dat zou een gemiste kans zijn, niet de eerste op dit terrein. Aan het eind van hoofdstuk 5 staat, ik citeer, verbetering van de beheersing van ICT-projecten beginnen bij het besef en de erkenning dat er daadwerkelijk iets is misgegaan of misgaat. Einde citaat. Dus benoem wat fout is en draai er niet omheen. Dat op het ICT-dashboard van het Rijk alles nog op groen stond over de jongste ICT-misser toen deze openbaar werd gemaakt, is even potsierlijk veelzeggend als triest. Deze casus betrof een project van de Sociale Verzekeringsbank, maar dat is toevallig de meest recente casus voor ons rapport naar de drukker ging. Die groene status geldt overigens voor alle projecten op het dashboard. Maar de SVB-kwestie is inmiddels alweer oud nieuws en opgevolgd door de Ordina-zaak. Wat is de volgende? Er moet een structurele rem op het uit de hand lopen van ICT-projecten komen. Zoveel is wel duidelijk. Oplossingen beginnen ermee een probleem niet te maskeren, maar het scherp en duidelijk te benoemen. Anders krijg je het nooit weg. We hebben er daarom bewust voor gekozen om zo duidelijk mogelijk op te schrijven wat we hebben aangetroffen tijdens ons onderzoek. Ook technische termen zijn zo helder mogelijk weergegeven. Wij vinden dat ICT bij de overheid van iedereen is en dat je er dus niet in ondoordringbaar beleidsperzies of techneutenjargon over moet praten of schrijven. Niet alleen specialisten moeten zich immers over ICT bij de overheid buigen. Om die reden zien we ook graag dat ons rapport straks niet alleen door de ICT-woordvoerders in de Kamer wordt behandeld, want ICT zit namelijk niet ergens in een hoekje, maar ICT is overal en dat moet iedereen zich realiseren, bij elk wetsvoorstel en bij elke beleidsbrief. Want ook de Tweede Kamer zelf is ernstig in gebreken gebleven bij de controle op uit de hand gelopen ICT-projecten. Een enkel woord over het instrument dat een commissie als de onze is, waar we vandaan komen en wat dat betekent. Van 2007 tot en met 2009 heeft de Kamer eens goed in de spiegel gekeken naar haar eigen functioneren, onder meer naar haar incidentenpolitiek. En met een duur woord heette die blik in de spiegel de parlementaire zelfreflectie. Dat leidde tot een eindrapport in 2009 met als titel Vertrouwen en zelfvertrouwen. Een van de hoofdconclusies daarvan was dat de Kamer beter moest nadenken over haar onderzoeks- en controletaak. En een van de instrumenten daartoe werd de jaarlijkse toekomst- en onderzoeksagenda. Die uitmondde in tijdelijke onderzoekscommissies zoals de onze, met een onderzoekstaf, met een budget om extern dingen na te pluizen en met openbare hoorzittingen. Wij, zoals we hier zitten, vinden dat instrument nuttig omdat de Kamer hierdoor echt werk kan maken van controle, verdieping en verbetering. En wij hopen natuurlijk dat degenen die ons rapport lezen dat straks ook vinden.
We hebben er zelf 2 jaar aan gewerkt, met veel inzet, maar ook collegialiteit en humor. Het is bijzonder en inspirerend om met collega's met wie je normaliter de degens kruist, nu ineens samen zo'n klus te doen. Dat lukt alleen, en daarmee sluit ik af, als de departementen ook serieus meewerken. We hebben af en toe nogal een knokpartij moeten leveren om de juiste stukken op tafel te krijgen. U kunt ook dat nalezen in het rapport. Wij vinden namelijk niet alleen dat de Kamer haar rechten maximaal moet gebruiken, maar ook dat de departementen daar optimaal aan moeten meewerken. Dat gaat vaak goed, maar soms op een uit democratisch oogpunt niet te tolereren manier mis. En uit de vrijgegeven correspondentie kunt u opmaken dat we dat met succes dan ook inderdaad niet getolereerd hebben. Mevrouw de voorzitter, het is mij namens de commissie een eer en genoegen om u het eerste exemplaar van ons rapport aan te bieden, met als titel Naar grip op ICT. Ik zeg er maar eerlijk bij, zorg dat we het snel behandelen, dat de aanbevelingen integraal worden overgenomen en blijf er achteraan zitten dat het kabinet ze vervolgens uitvoert en dat ook de Kamer de grip op ICT niet weer laat verslappen. Ik dank u wel. Ik ga even kijken waar ik het neer moet leggen. Ik dacht, het is een lijvig boekwerk, maar ik begrijp dat de commissie ons bespaard heeft om ook alle bijlagen af te drukken, want dat zijn ook nog 800 pagina's. Beste commissie. Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat een boekhouder gewoon boekhouder was. Met pen, papier, misschien een rekenmachine, deed hij zijn werk. En ik zeg dan graag van mezelf dat ik niet uit het stenen tijdperk kom, maar ik kan me nog herinneren dat op mijn vakantiebaantje op vrijdag ik mijn salaris in een bruin papieren envelopje kreeg uitgereikt. En dat gold ook voor de mensen die daar altijd werkten. Vanaf het moment dat de computer zijn intrede deed, is het administratieproces steeds verder geautomatiseerd. En anno 2014 doet de boekhouder nog steeds zijn werk, maar daarbij maakt hij gebruik van grote ICT-systemen die in een regel door anderen zijn gebouwd en door anderen worden onderhouden. Van een handig hulpmiddel is het uitgegroeid tot een zelfstandige professie. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de ICT van de boekhouder. Eigenlijk is die boekhouder maar een metafoor. Bijna alles wat we doen loopt via ICT-systemen. Het salaris van iedereen in Nederland, ook dit van Kamerleden, wordt automatisch op onze rekening gestort. We reizen via de OV-chipkaart, misschien een beetje zwaaiend vandaag de dag, reserveren online de beste of de goedkoopste bioscoopstoelen, solliciteren met voorgeprogrammeerde formulieren en heel veel mensen doen zelfs boodschappen met hun laptop op schoot. En ook in het werk van de Kamer zijn de afgelopen jaren grote technologische vernieuwingen doorgevoerd. En ook veel van wat de overheid voor haar burgers doet, is geautomatiseerd. De uitbetaling en registratie van uitkeringen, de gemeentelijke basisadministratie, het elektronisch patiëntendossier. Het zijn grote projecten, niet alleen omdat het om veel mensen gaat, maar ook omdat de overheid vaak probeert om toepassingen en functionaliteiten aan elkaar te koppelen. En daarbij gaat het ook nog wel eens mis. In de toekomst- en onderzoeksagenda van 2012 is daarom ingestemd met een onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid. Het initiatief kwam vanuit SP en CDA, die meenden dat er, en nu citeer ik,
ondanks de verscherpte aandacht en verbeteringen nog altijd ICT-projecten opdoemen die problematisch zijn en te duur uitpakken. Het maatschappelijk belang van onderzoek is duidelijk. Het gaat om veel geld. En het hoort bij de controlerende rol van het parlement om erop toe te zien dat er zorgvuldig met belastinggeld wordt omgesprongen. Op 5 juli 2012 is de tijdelijke commissie ICT aan de slag gegaan. Zo'n 2 jaar lang hebben Ton Elias, Paul Ulenbelt, Manon Fokke, Hanke Bruinslot en Paul van Meenen en hun staf zich vastgebeten in materie die lang niet altijd toegankelijk is. Het is een vak op zich, dat zei ik al eerder. En om heel eerlijk te zijn, heb ik zelfs even moeten googlen waar dat ICT nu eigenlijk voor staat. Information and Communications Technology. En toen ik het las, dacht ik, ja, dat wist ik eigenlijk niet eens. Nooit eerder gezien. Maar goed, vanaf vandaag zijn de resultaten van het onderzoek openbaar. En daarmee is er denk ik een stevige basis gelegd. Het gesprek kan erover beginnen. Ik geleid het rapport graag door naar de Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst. Maar niet voordat ik Ton Elias en zijn commissie heb bedankt voor de wijze waarop zij zich hebben ingezet voor iets wat de hele Kamer, de hele overheid en eigenlijk de hele samenleving aangaat. Grote automatiseringssystemen die door of in opdracht van departementen worden ontwikkeld en opgestart, raken alle beleidsterreinen en eigenlijk het totale Kamerwerk, zoals de voorzitter van de commissie zojuist ook zelf zei. De oplevering van dit rapport is dan ook een markant moment in onze parlementaire geschiedenis. En het is goed dat wij daar vandaag en nog vele dagen hierna bij stilstaan. Dank u wel. Met de voorzitter van de Tweede Kamer en de hele commissie. De commissie hoort erbij. We zijn nu aangekomen bij het deel waarbij alleen de pers in de gelegenheid wordt gesteld om vragen te stellen. Iedereen die de zaal wil verlaten, kan dat nu doen. Dit om heen en weer geloop te voorkomen tijdens de persconferentie. Ik zal de dames en heren van de pers willen uitnodigen om zoveel mogelijk in het centrale gedeelte van de zaal plaats te nemen. En gezien de grote getalen van u, ook in de zetels er vlakbij. Omdat deze persconferentie ook thuis te volgen is, vraag ik u om, als u uw vraag stelt, eerst uw naam en uw medium te zeggen. Dat is duidelijk voor de kijkers thuis. Doe je het vandaag of kom je uit zo?
Irene Oostveen van het NOS Journaal. Meneer Elias, u heeft het over 10 boerenverstandregels. Zegt u daarmee dat er eigenlijk het boerenverstand niet is gebruikt in de ICT-kwesties? Nou, bij implicatie wel. We zeggen dat iets diplomatieker, maar daar komt het wel op neer, ja. Een van de grootste problemen die we onder meer hebben aangetroffen. Ik hoop dat u iets van het rapport heeft kunnen zien. Ook in het eerste deel wordt dat beschreven. Is dat er vaak onvoldoende bij de start wordt nagedacht. Wat willen we nou eigenlijk met ICT? Welk probleem gaan we oplossen? Moet dat eigenlijk wel met ICT? Met wat voor ICT dan wel? Tegen welke kosten? Tegen welke doorloopprijs? Onder welk project? Onder wiens verantwoordelijkheid? En wanneer? Dus daar wordt regelmatig onvoldoende bij de start van een project nagedacht. En een van de taken van het BID, van dat bureau ICT-toetsing, dat dus nogmaals een klein en wendbaar, maar wel krachtig instrument moet worden, is om ervoor te zorgen dat er niet onbezonnen met projecten wordt begonnen, die dan ook nog eens een keer, niet halverwege de rit of aan het begin, worden gestopt. En maar doormodderen. Dat is een belangrijke grondfout die we regelmatig zijn teruggekomen. Als ik uw vraag ook nog even mag misbruiken om het over die rode draad te hebben. De onderzochte projecten zijn relatief vrij willekeurig. We hadden ook andere kunnen kiezen. Er zijn ook in de tijd dat ons onderzoek liep andere dingen in de pers naar voren gebracht, zoals u uiteraard weet. En wij zijn dus voornamelijk op zoek geweest naar, zoals ik net ook al zei, een rode draad om die oplossingen te vinden. En dit is er één van. Heeft u ook gekeken naar de oorzaken? Ja, die staan volgens mij uitgebreid in het rapport beschreven. Die oorzaken zijn er vele. Onvoldoende gebrek aan kennis bij de overheid zelf van ICT. Verkeerd gebruik van aanbestedingstrajecten. Verkeerde inzichten. De Tweede Kamer. Om het heel ruw te schetsen, regelmatig komt het voor dat in de Kamer een verlangen wordt geuit. Van joh, laten we zus en zo doen met dat en dat project. Dat vervolgens de staatssecretaris of de minister om welke reden dan ook zegt, nou dat gaan we doen. Dat zijn ambtenaren onvoldoende of niet tegen hem of haar vooraf zeggen. Dat moeten we niet doen, want dat kan helemaal niet. Of het wordt veel te duur of het gaat veel te lang duren. En dat vervolgens zo'n project dan wordt gestart of wordt aanbesteed. En dat gezegd wordt tegen de markt, wilt u dat en dat en dat aan ons leveren? Dat vervolgens de markt of niks zegt en denkt, ja, maar dat is een auto zonder stuur. Maar ja, dat stuur dat zullen ze dan later nog wel weer bijbestellen en daar sturen we dan meer werkfacturen voor. Of het wel zegt en dat er niet naar wordt geluisterd. Nou, en dat is een in elkaar grijpen van een aantal verkeerde dingen, zal ik maar zeggen, die bij elkaar opgeleverd maken dat er projecten van start gaan die niet goed functioneren. En dat vinden wij dus zeer verkeerd, want er is belastinggeld mee gemoeid en niet zomaar, geen nepgeld. En dat betekent dat wij daar ook voorstellen dat dat anders gaat worden georganiseerd en niet met de mond beleden alleen en hier en daar een bevoegdheidje of nog eens een extra overlegorgaantje daartussen. Maar een daadwerkelijke autoriteit die kan ingrijpen. Telegraaf, sorry. Dag, Jo Jonker, Telegraaf. De Kamervoorzitter van Miltenburg zei zojuist, ik moet even googlen wat ICT betekent. Is dat tekenend voor het niveau van kennis in de Tweede Kamer? En wat gaat u eraan doen om het niveau van kennis te verbeteren? Nou, ik denk dat ze het vooral als een metafoor bedoelde, maar los daarvan. Een van onze voorstellen is om ervoor te zorgen dat als er bijvoorbeeld een motie wordt ingediend met onmogelijke ICT-gevolgen, dat het zogeheten BID, hè, dat bureau ICT-toetsing, daar een advies over geeft. En dan wordt die motie maar een weekje later in stemming gebracht. En dan moet er dus gewoon bij worden gezet, ja, dat kan je wel willen, maar dat gaat zo en zoveel geld kosten of zo en zo lang duren. En dan overigens kun je het nog steeds om politieke redenen willen. En dan zou de Kamer daar nog steeds voor kunnen stemmen. Maar dan weet men in ieder geval waar men ja tegen zegt. En is, zo hopen wij althans, duidelijk wat de eventuele gevolgen daarvan zijn.
Verder stellen wij heel praktisch voor dat mensen van die organisatie dat bid ook gewoon bij fracties langs gaan. Om in fracties uit te leggen waar je op moet letten. Dat lijkt ons ook buitengewoon nuttig. En zo zijn er nog een paar voorstellen. Maar het cultuurelement, wij draaien daar ook niet omheen, is natuurlijk een van de moeilijkste en taaiste onderliggende problemen bij dit hele verhaal. Wij proberen zo praktisch mogelijk met oplossingen te komen. Deze bel, voor diegenen die niet vaak bij ons in huis zijn, betekent dat de plenaire vergadering van de Kamer zo begint. Dat is onze manier van communiceren met elkaar. Nou, zo heb ik de tijd wel volgepraat. Waar was ik? Dat is bij de fractie cultuur dat het weer belangrijk is. Ja, ja. Ja, de cultuur is dus een van de lastigste punten. Wij kunnen niet zeggen, er zij een nieuwe bewuste ICT-cultuur vanaf 15 oktober 2014. We kunnen wel zodanig praktische voorstellen doen dat die gaat ontstaan. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat als al onze aanbevelingen zouden zijn uitgevoerd, dat dan wat er althans nu beweerd wordt over die Ordina-kwestie, dat als iedereen daar alerter op zou zijn geweest, als er bij aanbestedingen beter was nagedacht, dat niet snel iemand in de gelegenheid zou zijn geweest om als reservist, lid van een bedrijf, tot die informatie toegang te krijgen. Ik maak het voorbehoud dat wij niet weten of dit zo gegaan is. De commissie moet heel precies zijn, maar bij wijze van voorbeeld. RTL. Roomkracht, RTL Nieuws. U heeft het over een cultuur en u heeft het over Ordina. Maakt die cultuur dat kwesties zoals Ordina, of ze nu waar zijn of niet, een grotere kans krijgen? Dus vals spel bij aanbestedingen? Nou, dat is in die zin. Ten eerste, nogmaals, die Ordina-zaak is niet bewezen. Is tot nu toe alleen zijn beweringen over verschenen, die op zich interessant genoeg zijn om meer over te willen weten. Dat is één. Twee, tegen fraude, tegen misbruik, tegen als het zou plaatsvinden smeergeld of wat voor soort dingen ook. Daar kun je wat voor regels dan ook op loslaten, maar daar is geen enkele regel tegen bestand, dat zult u ook begrijpen. Wat je wel kunt doen is zorgen dat in de aanbestedingen dingen veel en veel beter worden geregeld en er überhaupt veel meer wordt nagedacht over de verhouding tussen tussen leveranciers, tussen leverende diensten en de overheid zelf. We hebben voorbeelden in ons rapport gegeven van situaties waarin op een gegeven moment extern ingehuurden namens de overheid, kleine groepen externe, grote groepen andere externe aansturen. En dat er nog één of twee mensen van de overheid zelf nog betrokken zijn bij zo'n heel proces. Dat is uitermate ongezond en ook onverstandig. Dat schrijven wij ook op in het rapport. Yvonne Hamar van het ANP. Ja. Over de kosten. U heeft geen totaal overzicht van de kosten. Maar deskundigen schatten dan in dat het 1 tot 5 miljard per jaar is wat wordt verspild. U spreekt dat niet tegen in het rapport. Maar kunt u daar wat meer over zeggen? Want hoeveel jaar is dat dan al? En zou je dat bijvoorbeeld over 10 jaar kunnen zeggen dat het dan 10 tot 50 miljard is? Ik ben bang dat u daar gelijk in heeft, maar dat weten wij natuurlijk niet precies. Kijk, het grote probleem ontstaat al, ik zei daar net in het speech ook iets over, en er wordt veel over geschreven in het rapport op pagina 153 en 154, dat de overheid, de Rijksoverheid als zodanig, niet eens het overzicht heeft van wat er aan ICT wordt uitgegeven. En dat kun je dan ook nog weer specificeren, maar dat zal ik u besparen, die techniek. Als je niet weet wat je uitgeeft, dan weet je ook niet wat verspild is. Dan kun je nog verschillen van definitie hebben over wat verspilling is. Wetenschappers denken daar verschillend over. Niet alle overschrijdingen zijn ook per definitie verspillingen. Maar goed, als je een voorzichtige definitie aanhoudt als dat er niet geleverd is binnen de tijd wat er gevraagd werd, dan kom je al uit op een heleboel dat misgegaan is. Wij hebben het moeten doen met, naar aanleiding van het gegeven dat de overheid sowieso geen inzicht heeft in wat er in totaal wordt uitgegeven, met schattingen van verschillende deskundigen, met veel slagen om de arm. Maar als ik heel eerlijk ben, en ik
denk dat ik dan ook namens de commissie spreek, maakt dat ons ook niet zo heel erg veel uit of het nou 1,5 miljard of 2,7 of 4,3 is. Het is in alle gevallen onvoorstelbaar veel geld en in alle gevallen meer dan de moeite waard om daar zo snel mogelijk, zo concreet mogelijk, zo stevig mogelijk iets aan te willen doen en te zorgen dat dit stopt. Dat is eigenlijk de positie die wij in dat rapport hebben ingenomen. Helemaal precies zullen we het niet weten. Misschien als we nog 3 jaar doorstuderen en nog een heleboel andere onderzoeken erop loslaten, komen we daar wel achter. Ik weet niet of dat nou zo vreselijk zinnig is. De commissie heeft zich in zijn algemeenheid veel meer gericht op het vinden van oplossingen dan om alles nog eens tot 7 centimeter achter de komma in maand 3 van 2005 enzovoort uit te pluizen. Hadden we wel nodig bij een aantal projecten om zicht te krijgen op die rode draad. Maar voor de aanbevelingen hebben wij ons vooral op oplossingen gericht. David Bremmer, Algemeen Dagblad. Ik lees dat jullie ook eigenlijk constateren dat de overheid bij de aanbesteding vaak voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten. Ik vroeg me af, ja, hoe voorkom je dat in deze tijden van bezuiniging? En ik vond het ook schokkend om te lezen dat vervolgens in contracten helemaal niet wordt opgenomen, zeg maar, een ontsnappingsclausule of eigenlijk basic regels. Ja, hoe kan dat? Goeie vraag. Wat we hebben vastgesteld, daar hebben wij ook wat over geschreven als het gaat over een proces dat gewonnen is, doe het even uit mijn hoofd, door de Hanze Hogeschool in Groningen, Leeuwarden, daar is een uitspraak over door de rechter in Zutphen. Intussen zoeken we de pagina even op. Er wordt zelden geprocedeerd. Die keer dat er werd geprocedeerd, heeft de overheid, of in dit geval die hogeschool, dat glansrijk gewonnen. Omdat uit de kwestie bleek dat de inschrijvende leverancier had gezegd, dit en dit en dit kunnen we best. Pagina 164, en het was toch Groningen. Maar dat terzijde. De inschrijvende leverancier had gezegd, dit en dit en dit kunnen we wel bij een aanbesteding. Vervolgens die opdracht gewonnen, vervolgens een bepaald onderdeel niet gekund, omdat ze dat ook daadwerkelijk niet konden. En bij de rechter werd onvervroren gezegd, ja natuurlijk, dat konden we niet, maar we wilden die aanbesteding graag winnen. En dat bleek zo'n usance dat degene voor de rechter dat ook maar gewoon zo gezegd had. Nou, uiteindelijk is daar dus ook een veroordeling op gevolgd. Dus het is die contracten zelf, voor zover wij dat kunnen zien, en we schrijven daar ook een aantal dingen over, die zijn niet altijd even slecht. Maar ze verdwijnen vaak in een la als eenmaal de handtekening erop staat, in plaats van dat de opdrachtgever zegt tegen de opdrachtnemer, gij zult zich beter houden aan wat wij op pagina 7, artikel 3, noot 2 hebben afgesproken. Dat gebeurt te weinig. En dan wordt er toch klakkeloos meerwerk geaccepteerd en ook betaald. En soms zelfs nadat er al wanprestatie is geweest om van het gezeur af te zijn. En ook daar geldt, dat is belastinggeld, dat is verkeerd. Het gebrek aan kostenbewustzijn is zeer ernstig. En nogmaals, ook dat zei ik al namens de commissie, het is geen monopoliegeld, het is echt geld dat ook ergens anders aan besteed had kunnen worden. Ik voel me nog af, we zijn nog parallellen te trekken. Hè? Bijna. Wat je ziet zeg maar ook bij bouwprojecten, hè, dat het altijd enorm uit de klauwen loopt qua tijd, qua kosten. Zijn er nog parallellen tussen ICT en eigenlijk meer ja, concrete projecten of zijn dat twee verschillende zaken? Wellicht wel, weet ik niet. Hebben wij niet onderzocht. Ja. Ja. Okay. Klaas Salvedaar, VNG Magazine. Jullie hebben een eindrapport uitgebracht over ICT-projecten bij de overheid. De overheid. Wat zijn de Rijksoverheid. De Rijksoverheid, maar zitten er ook zeg maar, implicaties in of noties die ook van belang zijn voor decentrale overheden of eventueel ook in de cultuur? Wij hebben geen gemeenten onderzocht, maar ik denk dat de commissie meent dat het heel verstandig is als ook ICT-functionarissen, maar ook wethouders en burgemeesters bij gemeenten
kennis nemen van de inhoud van het rapport. Want het zou ons sterk verbazen als niet daar parallellen te trekken zouden zijn. Maar daar moet ik voorzichtig over zijn, want we hebben het niet onderzocht. Maar het lijkt me stug dat bij het Rijk zoveel mis zou gaan en bij de gemeente alles goed zou gaan. Bas Linders van IBestuur. Ik wil het met u graag hebben over uw gesuggereerde oplossingen. Die ICT-autoriteit, waarom is die tijdelijk? Omdat het een noodoplossing is voor een uit de hand gelopen situatie wat ons betreft. Moet zorgen voor concrete actie die uiteindelijk resulteert in een cultuurverandering bij diegenen die op de departementen verantwoordelijk zijn voor dit soort projecten. Kijk, als je alleen maar streng in de hoek blijft staan en iedere keer bestraffend optreedt, het is beter als de klas er ook op een gegeven moment zelf iets van leert. Dus dat is onze gedachte. En als het dan na 5 jaar nog niet gelukt zou zijn, dan kunnen we altijd nog 2 jaar verlengen. Maar de bedoeling is dat op termijn autoriteit zichzelf onnodig maakt, omdat de cultuurverandering die A, door ons wordt bepleit en B, een van de moeilijkste onderdelen van dit hele werkveld is, toch zijn beslag zal hebben gekregen. U pleit voor voldoende IT-kennis bij functionarissen die de overheid aanneemt als zij verantwoordelijk krijgen voor dit soort zaken. Zou u ook willen pleiten voor dat soort vaardigheden bij Kamerleden? Niet noodzakelijkerwijs, want als je moet beslissen over ICT-projecten, dan moet je natuurlijk ook ICT-kennis hebben. Maar je moet bij Kamerleden moeten zich bewust zijn van het feit dat als ze een motie indienen of een verlangen uiten, dat dat ICT-consequenties heeft en dat dat kosten met zich mee kan brengen. En daar doen wij ook concrete aanbevelingen voor. Ik heb er net al iets over gezegd. Want dat bewustzijn moet omhoog. Maar niemand zit te wachten op 150 ICT-specialisten in de Kamer. Dat is zeker niet het andere uiterste waar we nu dan ineens in zouden moeten doorslaan. Men moet zich verdraaid goed realiseren dat wensen en verlangens ICT-componenten in zich dragen. Dat ze soms verdraaid duur kunnen worden. En dat, maar ook dat zei ik al, dat niet per definitie een reden is om het dan niet te willen, maar dat je wel beter weet wat je dan aan het doen bent als Kamerlid. En evenzo geldt dat natuurlijk voor ministers en staatssecretarissen in termen van toezeggingen doen of gewoon zeggen, dit doen we niet. Ik geloof dat er 2 keer de afgelopen jaren een bewindsman is geweest. 1 keer was het, meen ik, de Jager en 1 keer Wiebes, recent, die tegen de Kamer zei, ja, dat kunt u wel willen, maar het kan niet. Dit kan ik u niet toezeggen, dat kunnen we niet waarmaken. We hebben intern wel eens gezegd, je kan als Kamerlid wel de maan in 5 partjes uitgeserveerd willen hebben. Maar dat is, kun je in een motie zetten, maar daarmee is nog niet geregeld. Iemand anders? Dan gaan we naar het eind. Nee, naar daar. Joop Wout, Financieel Dagblad. Tijdens de verhoren werd er ook nadrukkelijk gewezen op het lerende vermogen. Er zijn onderzoeken geweest en aanbevelingen van de Rekenkamer de afgelopen periode. Je ziet dat vanuit de sector wordt gezegd dat we allemaal goed bezig zijn. Er zijn CIO's bij allerlei departementen. Kunt u uw eigen conclusies op dat vlak nog eens wat nader toelichten? Vindt u dat er sprake is geweest van lerend vermogen de afgelopen 5 jaar? Ja, het staat ook in het rapport, maar onvoldoende. En als je het CIO-stelsel zo inricht dat op het ene departement zo iemand wel wat te vertellen heeft en aan de hoogste tafels meepraat en op het andere niet, dan doe je toch als Rijk totaal niet goed. Dat stellen we dus ook vast. En daarom stellen we ook voor dat we dat anders gaan inrichten. Daar hebben we een aantal aanbevelingen op specifiek voor gemaakt. Zorg dat degene die erover gaan ook daadwerkelijk op het hoogste niveau vertegenwoordigd zijn. Zorg ook dat mede daardoor meer ICT-bewustzijn bestaat bij de politieke ambtsdragers. Dat die zich beter realiseren wat het betekent. Er zijn voorzichtige verbeteringen. Er zijn ambitieuze verbeteringen op papier. Maar ja, papier, daar hebben we niet zoveel aan.
Ja, Chris Koenens, Computerworld. Ik had één vraag eigenlijk. Wordt het met het oog op de toekomst niet tijd voor een minister van ICT? Daar hebben wij niet voor gepleit. En waarom niet? Ja, daar hebben wij niet voor gepleit, omdat wij in het Nederlands staatsbestel daar geen ruimte voor aanwezig achten. En ook niet noodzakelijk achten. Het probleem is niet zodanig dat we denken dat je daar nu een apart departement voor zou moeten oprichten. We pleiten niet voor niks om dat bureau ICT-toetsing zo klein en wendbaar mogelijk te houden. ICT is overal. Dus als je één ministerie van ICT maakt, dan krijg je daar weer de problemen. Dat, ja, hoe moet dat dan op die andere departementen? Volgens ons zou dat geen werkbare oplossing zijn. Zijn wij... Jelle Wijkstra, automatiseringgids. U noemt de relatie tussen overheid en ICT-leveranciers onvolwassen. In hoeverre is dat ook een verwijt aan de ICT-bedrijven? Nou, in stevige mate. Waar twee vechten hebben, dat twee schuld, is niet voor niets de uitdrukking. Er zijn bedrijven die volgens onze onderzoekingen en ook uit de hoorzittingen wel gebleken, die ook de overheid wel hebben gewaarschuwd. Dus dat als je het zo doet, gaat het niet goed. Maar er zijn er ook velen die dat niet gedaan hebben en die inderdaad op meer werk hebben gegokt. Het is niet voor niets dat wij een hoofdstukje wijden aan de vraag of het niet nuttig en goed is om een soort zorgplicht voor leveranciers te ontwikkelen en ook pleiten voor een convenant met de sector. Voor een gedragscode, sorry, ik gebruik het verkeerde woord. Voor een gedragscode in de sector die ook nageleefd wordt. En het is ook niet voor niks dat we in die aanbestedingen voorstellen om ook te kijken naar prestaties in het verleden geleverd. In het jargon past performance genoemd. En het zou helemaal niet verkeerd zijn als binnen de overheid en als ook die informatie gedeeld werd tussen de verschillende departementen, welke leveranciers niet goed hebben gefunctioneerd, niet goed hebben geleverd, zodat niet vervolgens bij het volgende departement hetzelfde spel opnieuw kan beginnen. Ik denk dat we zijn aangekomen aan het einde van de persconferentie en ik wil u hartelijk danken voor uw belangstelling. Dank u zeer. Lees vooral ook de rest van het rapport. Dank u wel.